Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar vlogmasdag 7. Ik ben even taxi aan het spelen. Ik ben aan het wachten op mijn moeder, die is bij een afspraak. Maar zometeen gaan we wat inkopen doen. En dan gaan we gezellig kerststukjes maken vanmiddag. En ik heb mijn tijd goed besteed. Ik heb zojuist de ster van vandaag afgemaakt. Zo zie je maar weer. English paper piecing kun je makkelijk overal mee naartoe nemen. En zelfs doen in de auto. Geworden. Ik ben er echt super blij mee. Ik weet eigenlijk niks van kerststukjes maken, maar ben toch best wel tevreden met het resultaat. Ik vind hem echt heel leuk. Je kunt vast niet raden wat mijn favoriete kleur is. Het potje past er ook echt geweldig bij, dat je er net die notenkraker kan zien. Dus ja, super leuk. En ik heb ook nog deze gevonden. Ik heb echt meer dan genoeg kaarsenhouders, maar ik was hier echt verliefd op. En ik vond hem ook super schattig erbij. Ik zal hem niet aansteken hieronder, geen zorgen. Maar ik vond het echt heel erg leuk. Super blij mee en nu helemaal in de feeststemming. Ik ben nog even verder aan de knutsel gegaan naar de kerststukjes. Dit zijn de nummerkaartjes voor de cadeautjes van het Dutch Modern Quilt Guild Swap. We maken 7 cadeautjes voor elkaar. Een paar mogen gekocht zijn en minimaal 3 moeten er zelf gemaakt zijn. Natuurlijk iets met quilten te maken hebben. Maar ik vind het ook wel leuk om zelf mijn kaartjes te maken. Dus dit zijn het geworden. Het zijn meteen al een beetje een verrassing. Want als je hem omhoog doet kun je een tekst zien. En deze super schattige poppetjes. Ik heb ook pompoentjes gemaakt. Die ga ik ook op de buitenkant van de cadeautjes verwerken. Ik weet nog niet precies hoe. Dus alleen nog een kaartje maken en morgen nog een laatste cadeautje. En dan is alles klaar om op de post te gaan.